moment is Ramadan. Want we hebben natuurlijk heel veel boeken over kerst en over alle feesten die in Nederland worden gegeven. Maar het is ook leuk om elkaars feesten te leren kennen. Prentenboeken, luisterboeken en beeldwoordenboeken. Ze helpen om kinderen die onlangs naar Nederland zijn gekomen om de taal te leren. De Soroptimist Club Zwolle kan vandaag een hele mand vol met deze boeken brengen. Speciaal voor de taalklasse bij OBS De Springplank in Zwolle. Echt een prachtig cadeau, want af en toe koop ik wel eens een boekje van de Rommelmarkt of de Kringloop, maar die zijn niet altijd gericht op nieuwkomers. Maar dit zijn boeken, bijvoorbeeld een beeldwoordenboek waarbij je het woord in het Oekraïens ziet staan en in het Nederlands met een plaatje erbij. Dat is natuurlijk heel helpend als je dingen visueel maakt. Of je hoort een boek voorgelezen worden in je eigen taal en daarna hoor je het in het Nederlands of je leest het zelf in het Nederlands. Ja, je brein gaat zo aan het werk dat heel helpend is. Ja. Want die boeken, dat is speciaal ook gemaakt voor het NT2 onderwijs? Sommige wel, niet allemaal, maar er zijn wel veel hier tussen. Nou, ik denk wat ik heb gezien net in de mand, ik denk dat 75% echt specifiek gericht is op het NT2 onderwijs. Bij de luisterboeken krijgen de kinderen met een headset op het boek voorgelezen in hun eigen taal. Ik heb heel lang in de bibliotheek in Zwolle gewerkt en ik kan me niet herinneren dat we dat hadden. We hadden wel boeken voor kinderen die moeite hadden met lezen, maar niet dat je ook tegelijkertijd kunt luisteren terwijl je naar een boek kijkt, dat je het in het Nederlands kunt horen of in je eigen taal. Dat is toch fantastisch, dat helpt enorm, denk ik. En het is ook leuk. Het boek is niet alleen om te leren, maar het is ook om er plezier aan te beleven. Uit welk land kom je? Uit Syrië. Uit Syrië. Ben je al lang in Nederland? Weet ik 18. 18 maanden? Is dat moeilijk om in het Nederlands te lezen? Nee, niet moeilijk. Niet moeilijk? Heb je in Syrië ook op school gezeten? Ja. Hebben ze daar andere letters of zijn dat dezelfde letters? Dezelfde letters. Dezelfde letters, dus dat scheelt. Is mijn als mijn zon in mijn maan. In de taalklasse zitten kinderen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld, maar ook die met hun ouders meereizen naar Nederland vanuit het buitenland om hier te werken. Jennifer komt uit China, een land waar de leestekens afwijken van het Nederlandse schrift. Ja, dat is heel anders. Ja. En is dat dan lastig? Nee. Nee? Kun je alle tweede talen lezen? Ja. Met de nieuwe boeken zijn de leerlingen van de taalkassen heel erg geholpen. Want goed de taal spreken is een belangrijke basis voor later. En dat is precies de bedoeling van de Soroptimist Club. Soroptimisten is een wereldwijde organisatie van vrouwen voor vrouwen. En het doel is om de rechten, de positie en de levens van vrouwen en meisjes wereldwijd te verbeteren. Ja, en dat begint natuurlijk bij de kinderen. En deze kleine dames en ook heren hebben in ieder geval een goede start.